5 euro. 6 voor 5 euro? 6 voor 5 euro. En dan mogen ze kiezen, het maakt niet uit wat? Nee. Het mag er mix worden. Ik hoop niet dat ze blijven plakken. Bij het uitspreken van de beste wensen voor 2017, het nieuwe jaar, geldt natuurlijk ook dat het goed is om even terug te kijken naar het afgelopen jaar. En vooral het allerbelangrijkste, denk ik, iedereen en alles te bedanken die zo nadrukkelijk betrokken is geweest bij de zorg, de behandeling, de ondersteuning van onze cliënten. Daar gaat het om heel veel mensen, daar gaat het om medewerkers, daar gaat het om vrijwilligers en daar gaat het om familieleden. Zij alle maken het mogelijk dat elke dag weer onze mensen de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Bij die ondersteuning van alle dag hebben we mooie stappen gezet waar het gaat om het welzijn van onze cliënten, waar het afgelopen jaar steeds meer aandacht voor gekomen is. Daarnaast lijkt een klein voorbeeld, maar is ontzettend belangrijk voor iedereen en alles, is het samen koken op de groepen, wat we op steeds meer plekken en met steeds meer mensen aan het doen zijn. En wat ik heel erg leuk vind is de ontwikkeling om in kleinere teams, waardoor er ook meer eigenaarschap in de teams terechtkomt, om in kleinere teams te gaan werken. Als ik dan probeer vooruit te kijken naar 2017, dan hoop ik vooral het traject wat we ingezet hebben met de nieuwe visie, een visie die eind januari 2017 gepresenteerd zal gaan worden, dat we dat weten door te zetten. Die nieuwe visie is niet een visie die de leiding van de organisatie bedacht heeft, maar die echt is gebaseerd op interviews met cliënten, cliëntvertegenwoordigers en medewerkers. En er is een prachtig verhaal uitgekomen. En een verhaal dat vraagt om in 2017, maar ook in de jaren daarna, verder en verder en verder die cliënt centraal te zetten. Heel duidelijk beeld te hebben van datgene wat meneer of mevrouw wil. En vooral ook om het eigenaarschap rondom de vragen, rondom de ondersteuning die liggen, in de teams zelf te leggen. En de medewerkers veel meer dan tot nu toe te betrekken bij datgene wat we te doen hebben en wat de opdracht van de organisatie is. Want uiteindelijk zijn zij degene die het best weten wat er moet gebeuren. En oh ja, dit jaar 125 jaar. Een fantastische mijlpaal. En mocht je hem nog niet gezien hebben, kijk naar die film Atlant 125 jaar. 30 minuten documentaire over werk, waarin je kunt zien waarom we elke dag weer zo trots zijn op de dingen die jullie doen. En voor dit jaar natuurlijk veel werkplezier, mooie festiviteiten rondom die 125 jaar en bovenal heel veel gezondheid gewenst. Ja, maar die zijn net in de... Die zijn net gesneuveld. Oh, dus je kunt niet zo goed jong leren. Je kunt niet zo goed leren. Nou, weet je wat, als u een zak van mij afneemt, dan ga ik u nog laten zien hoe ik jong leer. Met oliebollen. Dat doe ik. Ja. Wilt u er 3 met krenten? Ja, doe maar. We doen er gewoon 6, hè? Oké, dat mag. 1, 2. Is wel voor iemand die niet koffie schenkt, maar goed. Die geen koffie mag, maar een oliebol is geen koffie. Oh, die geen koffie schenkt. Ah, dan doet hij er thee bij. Zo, 6 stuks. Wilt u de suiker bij? Nee. Geen suiker. En jij dan, Bert? Alsjeblieft. Ja, dankjewel. U mag ze zo meenemen. Oké. Echt waar? Maar nu wachten wij op het jong leren natuurlijk. Oh jee, dan heb ik wat beloofd. Ja. Nou, doen. 1, 2, hoppakee. Let op, hè. Die zakje doen. Bent u er klaar voor? Ja, wij wel. Kijk eens. En dan wens ik u hierbij ook nog het allerbeste en heel veel gezondheid voor 2017. Ik vind dat het helemaal goed gegaan is. Mooi. Helemaal prima. Dankjewel.